Goedenavond. Zo, ik ga eerst maar eens mezelf opzoeken. Laten we daarmee beginnen voor vandaag. Even kijken of ik mezelf kan vinden. Ja. Ik kan mezelf vinden. Kijk. Zo. Oh, dan moet ik even het geluid uitdoen. Dat doe ik normaal gesproken van tevoren. Maar was niet helemaal goed gegaan. Goedenavond. Zo, ik hoop dat ik goed te zien en te horen ben. Maar ik denk het wel. En zo niet, dan hoor ik het vanzelf wel. Even kijken, demodag. Ja, voor de nieuwe collectie van Janine's Mindful Art Collection. De New Awakening heet die. Een heel andere kleurstelling dan eerdere collecties. En vandaag hebben jullie al drie demo's gehad. Ik heb ze niet gezien. Ik was toevallig heel erg anders bezig met een workshop. Dus ik ben letterlijk vanuit een hele dag workshop gaan eten en alles weer klaarzetten voor nu. En tussendoor heb ik nog een paar wassen opgehangen. Dus ik kan ongeveer voorstellen hoe ik hier nu zit. Flink warm. Ik wil het daarop houden. Goedenavond. Maar ik ga denk ik wel wat leuks maken met deze spulletjes. Ik heb het Mixed Media Paper Pad erbij gepakt. Dat Mixed Media, ik heb al wat gesneden, maar er zitten hele leuke plaatjes in. Wat grotere, zoals deze. Maar ook wat smallere en ook wat hogere. En je ziet dat al, ik ben al aan het snijden geweest. Er zitten knipvellen in. Goedenavond ondertussen. Gezellig dat jullie er zijn. Echt heel leuk. Ik stel het altijd zeer op prijs als mensen meekijken. Want ja, dat is toch waar je het voor doet. Kijk, allemaal leuke knipvellen. Daar zal ik ook zeker nog wat uit gaan knippen. En wat hierin zit, is dat vellen. Dit zijn teksten. En die zal ik zeker nog wel gaan verwerken zo meteen. Je hebt ook met vlinders vellen. Met muziekpapier. Heb je vellum en met script heb je vellum. Nou, dit is het Mixed Media Paper Pad. Plaatjes, knipvellen, vellen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik gebruik als basis, ook daadwerkelijk vind ik een beetje het basis, de basisset van papier. Ook hier heb ik al van alles uitgehaald. Omdat ik bezig ben geweest bij de voorbeelden. Dit vind ik echt heel fijn, omdat dit gewoon een beetje zo'n basic paperpad is die dan past bij de rest van de collectie. En dat is eigenlijk, ja, ik gebruik het daarom ook echt heel veel. Zoals je ziet heb ik ook al het een en ander gesneden. Dus deze twee had ik erbij gepakt. De tekst, onmisbaar tekstboekje. En wat ik zo leuk vind aan deze is dat het ook kraft heeft, kraft en zwart. En dat het ook twee lettertypes heeft. Dus ik vind dat erg leuk. En ik heb twee stempels erbij gepakt. Is dat een beetje te zien? Ik heb degene met de blaadjes en de besjes en het vlindertjes erbij gepakt. En die met het poststempels, om het zo maar te zeggen. En ook wat script en een agendaatje en een ticket. Die is ook erg leuk. Dit is stamp 20 en dit is stamp 19. Stempels 19 en 20. Nou, dit is wat ik. Maar goed, ik heb het. Ik denk, hier ga ik iets mee doen. Maar dan denk je, wat ga ik er dan mee doen? Nou, ik kijk ook wel eens filmpjes. Jullie kijken filmpjes, ik kijk ook wel eens filmpjes. En ik dacht, ik zag deze ergens. En ik heb inmiddels 4 of 5 filmpjes gekeken van hoe je deze nou maakt. Jullie kennen hem vast beter dan ik. Want zoals jullie weten ben ik van origine ring. Kaarten maken, maar het is de triple easel kaart. Die ga ik vandaag maken met spulletjes. Het is een beetje een oefenblokje. Hij is nog lang niet klaar. Ik ga er ook veel meer aan toevoegen dit keer. Het is een beetje mijn oefenkaart, om het zo maar te zeggen. Maar dit is de triple easel kaart die ik ga maken. Nou, wat ik al zei, ik heb 4 of 5 filmpjes zitten kijken. En ik weet dat tegenwoordig word je door gekiel haald als je niet zegt waar je het vandaan hebt gehaald. Nou is dit een model waarvan ik niet weet wie hem heeft bedacht. Ik heb meerdere filmpjes zitten kijken van meerdere dames die het allemaal ook niet zelf hebben bedacht.
Dus ik, uiteindelijk heb ik een Nederlands filmpje zitten kijken van, als ik het goed zeg, Olga Mulder. En haar maten heb ik aangehouden. Dus nou, vandaar dat ik dacht van, nou, dit is misschien wel leuk om te doen met deze collectie. Dus ik ga van alles gebruiken. Ik heb voor mezelf op een klapblaadje, duidelijk een klapblaadje, heb ik even de maten opgeschreven en ik heb een paar dingen voorgesneden. Oh ja, ik ga ook nog wat stansjes gebruiken, maar dat laat ik straks nog wel even zien. Dit is een van de stansjes die ik ga gebruiken hierbij. Wat ik leerde van de filmpjes, en het gaat in dit geval niet om de kaart, maar om hele andere dingen. Maar goed, ik leg het toch ook maar even uit. Is dat je een basis nodig hebt. En ik heb het maar even opgeschreven ook van 12 keer 24. En dit moet een stevig kartstok zijn. 9,5 bij 19 en 7 keer 14. Dat is de basis voor deze kaart. Verder qua basis hebben we nog nodig een 12 keer 12, een 9,5 keer 9,5 en een 7 keer 7. Hiermee ga ik aan de slag. En dit is het designpapier en dat zal ik straks uitleggen, deel van het designpapier. Allemaal basis. Ik ga zelf werken met lijm. Ik heb hier in dit flesje heb ik het Dutch Doobadoo lijm zitten, maar je kan natuurlijk alle lijm gebruiken. Ik heb een litteken, Maria. Het is een litteken geworden. Het is zo'n heftige wond op mijn duim, dat het inmiddels een litteken is. Nou ja. Als niet-kaartenmaakster, ik zal het er maar weer even bij zeggen, ben ik van de afdeling pragmatisch. Ja, dit is een schattig stansje, hè? Dus je kan rillen, moet je ook vooral doen, maar je kan hem ook gewoon op de helft vouwen. Met een vouwbeentje. En dan, ja, werkt ook, zeg maar. Dat is allemaal net zo makkelijk. Ik wil hem even andersom doen. Ik moet eigenlijk dit even weggummen, maar dat komt. Dus die 12 keer 24, die vouw ik eigenlijk gewoon dubbel. En één kant daarvan vouw ik ook dubbel. Naar het midden toe. En ook weer even met het vouwbeentje. Het is geen hogere wiskunde. Het is dubbel keer dubbel. En ik zal hem nog een keertje even in elkaar zetten. Dan is het waarschijnlijk ietsje duidelijker. Dit komt zo meteen zo te staan. Net als bij een gewone easelkaart. Alleen maak ik hem nu drie keer. Ik zal deze even hier laten staan. Zo. Dat ga ik ook doen met de volgende. Dit is de 9,5 keer 19. Die ga ik ook weer vouwen tot de helft. En nog een keer één deel tot de helft. Als je wil rillen, moet je dat vooral doen. Maar voor mij werkt dit ook. Oh. De helft keer de helft nou. Ik denk dat de meeste van jullie het begrip easelkaart wel kennen. Dan zet je hem in feite hier op neer. Dus ik heb nu drie keer in drie maten de basis gevouwen. Hier heb ik, ja, waar het designpapier op komt. De volgende basis, feitelijk, is die net zo breed als de onderkant, om het zo maar te zeggen. Want hij moet hier precies oppassen. Nu is het natuurlijk zo dat je dit soort kaarten in allerlei maten en smaken, rondjes, hartjes, noem maar op, kan maken. Maar omdat de plaatjes in het Mixed Media Pad ook vrij vierkant zijn, hou ik het op vierkant. Dus ik ga deze hierop plakken. En dit is feitelijk, letterlijk, op deze kant plakken. Is dat duidelijk te zien? Zo ga ik hem opplakken. En dat ga ik bij alle drie op dezelfde manier doen. Zo, nou. Je kan dit dus ook met dubbelzijdig tape doen.
doe vooral hoe jij denkt dat jij het fijn vindt om te doen. Deze kan ik wel met de tekst naar voren doen, want hier komt zo meteen wat overheen. Ik had even opgeschreven welke maat wat was, want ik, anders dan weet ik het niet helemaal meer. Zo, nou. Hier is eigenlijk al de basis van een gewone ISO-kaart, zie je? Dit is eigenlijk de basis van een normale. Dit is weer de 9,5 bij 19 basis, die ik dus twee keer gevouwen heb. En daar komt deze overheen. Zo. Nou, ook dit. Ik wederom gebruik wat jij wilt gebruiken. Ik gebruik lijm. Waarom? Omdat ik dat makkelijk vind. Omdat ik het dan nog een klein beetje kan schuiven. Maar iedereen doet dat op een andere manier. De kleinste is 7 bij 7. En die past ook weer helemaal precies hierop. En die ga ik ook weer hierop lijmen. Zo, nou. De basis klaar. Dit komt zo, net als bij die, tegen elkaar aan. Maar dit is de basis. Nou, bedenk ik me zojuist dat ik iets vergeet. Dus ik pak er even wat bij. Normaal gesproken werk ik vanaf mijn glasmat. En dan heb ik die ruitjes gewoon op mijn glasmat zitten. Maar dat heb ik nu natuurlijk niet. Dus die moeten nog wel eventjes bij. Nou, dit is niet echt wiskunde. Hè? Dit gaan wij allemaal redden. Nou, dan ga ik het basis designpapier aanbrengen. Het designpapier is eigenlijk een halve centimeter kleiner. Net als normaal, om het zo maar te zeggen, dan het basiskaart. Dus dit is 12 bij 12, het craft. Dan is het groene is 11,5 keer 11,5. En zo doe ik dat met alle maten. Die heb ik ook al even van tevoren gesneden. Ik begin eventjes met het onderste gedeelte. Want je doet het zowel op het onderste gedeelte als op het basiskaartgedeelte. Begin met de onderkant, om het zo maar te zeggen. Nou, dit is duidelijk, hè? Dit is een 11,5 keer een 11,5 en die gaat precies hierop. En de onderkant is dan een 12 keer 12 gedeelte. Nou, Yvonne, ik kijk ook wel eens filmpjes en toen zag ik ergens zo'n filmpje van deze kaart. Toen dacht ik, dit is mooi in combinatie met deze collectie. Waarom? Omdat deze collectie van die hele mooie spulletjes heeft die je erop kunt verwerken. En toen dacht ik, ja, die ga ik doen op de demodag. Want dit is nou typisch zo'n kaart waar je de spulletjes van deze collectie mooi op kunt laten uitkomen. En ja, de kleuren zijn ook heel mooi van de collectie. Dus ja, en dan op dat craftpapier, ik vind de combinatie, ja, heel erg mooi. Nou, jullie hebben al behoorlijk wat veel inspiratie van het designteam voorbij zien komen. Want wij vinden het allemaal erg leuk om met deze collectie te werken. Dat valt misschien op. Maar dat ik heb het voorrecht dat ik met allemaal mocht spelen. En ik ben elke keer nog heel blij. Dus ja, zou ik wel zeggen. Ik vind het gewoon leuk. Nou, dit is allemaal standaard werk. Dan ga ik het designpapier op de kaartgedeeltes aanbrengen. Daar heb ik dit voor gekozen. Dat komt uit dit blok. Ik noem het eigenlijk even mijn basisblok. Dit is echt gewoon geweldig om als basis te gebruiken. En dit is Paperpad 2. Nou, je ziet het eigenlijk al op de plaatjes. Het is wat rustiger, neutraler papier. En ik heb deze gekozen als mijn basis. En ook weer, de kaart is 12 bij 12. Dan is het designpapier 11,5 keer 11,5. Dat is niet anders dan bij wat ik net deed. Ik denk, ik kan hem wel al in elkaar zetten, maar misschien vind je het wel leuk om te zien hoe dat in elkaar wordt gezet.
Yvonne, ik heb zelf ook de andere dames niet kunnen zien, omdat ik meegedaan heb aan een online workshop van Charlene. Dus ik ben onwijs druk geweest daarmee. Het was echt even aanpakken, om het zo maar te zeggen. Mijn hemel. Wel onwijs leuk, maar ik had nul tijd om de andere dames te zien. Dus ja, je kan of je kan niet, denk ik dan. En die workshop was al eerder gepland dan de demo dag. Dus voor mij was het even niet anders. Nou, kijk. Dus dat betekent voor mij weer een hele hoop terugkijken. Oh, Joke, jij bent heel goed bezig. Derde al. Zo. Nou, kijk. Ik heb mijn basis eigenlijk al klaar. Leuk, hè? Zo klappen we hem eigenlijk helemaal dicht. Basis is klaar. Dat is al heel erg leuk. Dan ga ik hem in elkaar knutselen. Daar heb ik heel eventjes mijn lijntjes voor nodig. Ook wederom, het is geen hogere wiskunde. Het is gewoon eventjes weten. Oh, Bettina, wat goed. Ik pak even de grootste. Je kunt, met deze kaart heb ik gezien, meerdere dingen doen. Je zou kunnen zeggen van ik leg hem precies op het randje. En deze leg ik ook precies op het randje. En als ik dan alles dichtklap is het één kaart. Maar ik vond het wel leuk. Als ik hem hier op de lijn leg. Om hem net 1 centimeter daaronder te leggen. En dan weer 1 centimeter daaronder. Kijk. En dan kan ik hem straks zo in één keer omhoog zetten. Dus zo ga ik hem ook nu doen. Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ga even een potlood pakken. Even een lijntje zetten tot mijn... Oh Maria, dat is niet best. Maar je wordt wel afgeleid door alle lives. Als je dan zoiets hebt. Hè? Dan... als je een beetje gebonden bent aan huis en aan... Dan is het wel fijn dat er nog steeds overal live zijn. Dan merk ik wel dat de workshops fysiek ook beginnen aan te trekken. Maar ik ben tot nu toe ook eigenlijk alleen nog maar bezig met online. Nou, dan moet ik hem wel goed op een lijntje leggen. En deze ongeveer 1 centimeter dan maar om en nabij eronder. Nou. Dit is 1. Dan ga ik hetzelfde doen met de kleinste. Deze leg ik weer op de streep. Hier komt 1 centimeter onder. Tot hier komt de lijm. Moet de nieuwe lijm in doen. Op de streep. En ongeveer in het midden. Zo. Nou, de basis zit in elkaar. De voorste moet nog even iets krijgen waar het op stoelt. Maar de achterste twee, die worden eigenlijk al tegengehouden door de twee voor hun. Dus nu, waarom wil je niet meewerken, jongen? Dus nu krijg je... Het triple easel effect. Ik moet even de vorsten nog vastzetten. En deze die doet heel vervelend. Even kijken wat ik daarmee kan. Ja. Dat werkt. Gaan we overal even doen. Nou. Het wordt al wat, hè? Het is ingewikkelder. Ik als niet kaartenmaakster vond het ingewikkelder dan het. Het zag er zo ingewikkeld uit, maar om te doen vond ik het eigenlijk wel heel goed te doen. Dus nu hebben we dat triple easel effect. Ik wil hem aan de voorkant nog tegen laten houden met iets. Dus ik pak nog heel eventjes mijn snijmachientje. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik hier heb gedaan.
Ik heb hier eigenlijk een randje gemaakt van hetzelfde papier. Ik heb ongeveer 5 keer een dun reepje van 1,5 centimeter uitgesneden en op elkaar geplakt. Maar er zijn natuurlijk meerdere manieren om dit te doen. Maar ik vond het een beetje, ja, in de stijl van het papier, wat het dan zo een beetje tegenhoudt, vond ik eigenlijk wel mooi. En nou, hetzelfde papier er maar weer even bij pakken. Dat is het muziekpapier. Daar heb ik hier een stukje van. Die kan ik het zijn wel even afknippen. En dan 5 keer 1,5 centimeter snijden. 1 centimeter en 1,5 is dat. 1,5, dat zou genoeg moeten zijn. Dat er eigenlijk een soort van barrière vormt. Om het voorste deel een beetje tegen te houden. Ondertussen zit mijn man nog steeds heerlijk in de tuin. We hebben net ook lekker buiten gegeten. Het is nog steeds heerlijk weer hier. Zo. Dus ik hoop dat het bij jullie ook zo mooi is geweest. Het was echt zalig vandaag. Echt van dat weer waar je alles in kan doen. Af en toe wat zon, af en toe wat wolken, maar een graadje of 3, 24. Het was zalig. Nou, dit ga ik dus op elkaar plakken. Oh, nou vergeet ik eigenlijk te kijken. Oh, nou is precies de breedte. Je moet natuurlijk wel even de breedte bekijken, Rianna. Toevallig is het precies de breedte. Dat foamstrookje vind ik niet zo mooi. Ik weet dat dat ook kan. Maar dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Dus ik dacht, ik plak gewoon een stapeltje op elkaar van hetzelfde papier als waar ik de basis mee gemaakt heb. En dan houdt dat ook prima dat voorste riggeltje tegen. En ik vind het wat subtieler en mooier dan zo'n foam. Wederom, iedereen moet doen wat hij wil, maar ik vind het papier, ja, dat leent zich er uitstekend voor. Ja, het is heerlijk buiten. Ik heb vandaag weinig buiten kunnen zijn, omdat ik het druk had, maar als ik even buiten was, dan was het ook meteen heel lekker. Nou, maar ongeveer laten we hem stoppen. Die gaat erop. Nou, dan heb ik de basis klaar om hem mooi te maken. Het is alleen eigenwijs deze versie, maar... Het is een beetje eigenwijze versie, maar hij gaat het onderspit delven. Maar dit is de bedoeling. Tadaa! Hij blijft staan. Nou, het idee is dit. De basis is zo'n beetje klaar. Ik zal mijn voorbeeld voor mijn neus laten staan. Dan heb ik eindelijk het mooie papier nodig. En dat is het Mixed Media Pad. Waarom? Omdat daar zowel hele mooie plaatjes in zitten als mooie knipvellen. En die ga ik allebei gebruiken. Even kijken. Ik weet niet waarom je in één oortje geluid hebt. Ik heb geen idee. Ik kan Facebook totaal niet peilen. Op het moment met dingen. Kijk. Er zitten wat grotere plaatjes in. Die zal ik ietsje kleiner moeten maken, denk ik, om hierop te kunnen gebruiken. Maar dat is prima.
En ik heb wat kleinere plaatjes er nog bij voor de kleinere gedeeltes. Even kijken welke ik wel mooi vind voor de grootste. Want daar zie je over het algemeen alleen echt goed de bovenkant van. Dus dan is het wel mooi als de bovenkant ook goed zichtbaar is. Dus ik zou deze op zijn kop kunnen doen. Dan zie je dat heel erg goed. Oh, en dan vergeet ik wat. Oh, dat is stom. Ik had deze willen distressen. Met de distresser. Oh, ja, dat is waar, Janina. Het prijsje niet vergeten. Nee, dat ga ik zien. Oh. Ik had de zijkanten van ook de groene willen distressen. Maar goed, nu ga ik alleen de designplaatjes distressen. Dat zie je, dat vergat ik gisteren bij het oefenen. En dat vergeet ik nu weer. Ik had dat moeten distressen. Ik had het moeten opschrijven. Maar goed, maakt niet uit. Go with the flow. En we maken er absoluut wat moois van. Die plaatjes zijn op zich al heel mooi. Die je hier uitstekend voor kunt gebruiken. Deze ga ik ook weer met lijm opplakken. En wederom, doe het zoals jij het wil doen. Maar ik doe het met lijm. En deze gaat over de grootste. Oeh, dat verrukt ook een verkeerd zo. Triest. Gelukkig was hij nog niet vast. Dan het middelste gedeelte. Daar zou ik deze voor kunnen gebruiken. En dan een beetje snijden, zodat hij goed past. Heb ik die al uit. Of ik zou deze kunnen gebruiken. Ja, dat is ook prima. Deze kan ik er ook uitstekend voor gebruiken. Een beetje op maat maken. Ja. Ja, Antoinette, ik wilde eigenlijk ook die groene zo. Nou ja, het geeft ook helemaal niks. Uiteindelijk, dan ben jij de enige die dat weet. Zo maar te zeggen, dus ja. Oh, ik zie mezelf niet meer. Ik hoop dat jullie mij nog wel zien. Maar Facebook gooit mij eruit. Even kijken of ik nog zichtbaar ben. Ik hoop dat ik nog zichtbaar ben. Ja, zo te zien ben ik nog zichtbaar. Ja. Dat was even Facebook die dacht van, nou, we gooien er even uit. Ja. Oké, nou gelukkig. Jullie zien mij nog, dat is mooi. Even kijken, deze was 9 bij 9, dus hij moet eigenlijk een beetje kleiner. Kijken of ik het zo red of dat hij op een andere manier nog kleiner moet. Maar ik haal hier even overal een halve centimeter af. Nou, gelukkig. Ja, ik kreeg ineens een witte bladzijde te zien waarop stond van... Er is iets misgegaan met deze webpagina. Ik denk, oh, dat is fijn. Nee, hij moet nog kleiner. En je hoort tegenwoordig vaak dat lives eruit worden gegooid. Dus ja, je bent er toch een klein beetje alert op. Nou, fijn dat we er nog zijn. Fijn, fijn, fijn. Okay. Ja.
En die ga ik ook even distressen. Mag jullie ondertussen mooie plaatjes kijken? Ik denk, ik heb ze al regelmatig gebruikt. Ik vind dit paperpad sowieso, ja, er zit vellum in. Ik ben vellumfan. Dus vandaar dat ik daar ook absoluut iets mee ga doen vanavond. Hier op te verwerken. Oh, Anita, jij had live is gestopt. Oh, het is gewoon beangstigend. Oh, help. Laat ons met rust. Maar dit zijn van die plaatjes die je eigenlijk nou ja, zowel in een journal kunt gebruiken als op een kaart. Of nou ja, weet je, op allerlei projecten kun je die gebruiken. En dat vellum is zo leuk. Ik zal de komende tijd er meer mee doen. En dan af en toe eens wat laten zien wat je daarmee kan. Want ik weet dat een hele hoop mensen dat moeilijk vinden. En ook lastig vinden hoe je dat dan bevestigt. Zo. En dan ga ik nog een kleiner plaatje zoeken. Waar? Ik vind deze wel heel erg leuk. En die ga ik gewoon snijden op maat. Ook zodat hij erop kan. Jeetje, Janine, geblokkeerd worden is inderdaad ook niks. Ja, en wat er in de wereld gebeurt, vind ik helemaal ja, beangstigend. Zo. Deze gaat ongeveer 6 centimeter hoog zijn, zodat hij precies op het midden past. Ja, er gebeurt heel wat in de wereld momenteel. Ik probeer me er nou ja, niet van af te sluiten, ik wil het wel horen, maar ik probeer me er niet altijd druk om te maken, want het is allemaal... Ik probeer nog wel het positieve te zien van dingen. Doe mijn uiterste best. Mijn zoontje die kwam net terug van buiten spelen. Met het, ik doe eigenlijk letterlijk de distresser over het randje van het papier heen. Ik doe niks geks, niks bijzonders. Ik doe wel expres wat scheuren. Ik vind het helemaal niet erg als hij een beetje scheurt. Maar dat gaat eigenlijk automatisch. Dan staat hij eigenlijk automatisch al een beetje rechtop. Ja, wat ik vertelde, mijn zoontje die had vandaag eigenlijk de hele dag een beetje buiten gevoetbald. Hè, want het is natuurlijk prachtig weer voor, dus die jongens die waren lekker buiten aan het spelen en aan het doen. En hij kwam thuis vanavond en hij zegt, mama, ik heb een vraag. Nou, ik zei, jongen, wat zou je liever hebben? Zou je liever een miljoen euro hebben? Of liever, zeg jij het maar. Langs. Naast. Naast, je dochter, je zoon en je man willen zitten. Ja, dat is een hele mooie vraag hè, van mijn negenjarige. En ik zei van nou, dan wil ik naast mijn man, mijn dochter en mijn zoon zitten. Omdat ik niks heb aan een miljoen zonder jullie. Dat was zo mooi. Ik denk, dan komt hij dan mee thuis. Ik, ja, dan komt hij erbij. Stephanie, elk mesje is hetzelfde. Maakt niet uit. Het is meer dat als eentje wat botter wordt, dat je de volgende pakt.
Maar ik weet van die distressen dat elk mesje hetzelfde is. Er zit feitelijk een rond mesje in waar dit omheen is gebouwd. En welke distressor je ook hebt, dat geldt voor allemaal. Nou, tada. Leuk, hè? Dan heb je dit toch wel echt in mooie plaatjes erop. En nu kunnen we gaan versieren met de leuke spulletjes. Zie je, ik wist gewoon dat deze kaart, dat ik zodra ik de filmpje ervan zag, dacht ik van, jola, dit is echt leuk om deze collectie mee te laten zien. Een beetje scheuren. Zo. Komt heel mooi erop uit. Ja, je kan het hier natuurlijk bij laten. Hè? Als jij denkt van, nou, ik vind hem mooi zo. En zo kan hij ook gewoon in een envelop. Dan is hij mooi zo. Dan is het, als jij hem klaar vindt, vind je hem klaar. Maar ik vind hem nog niet klaar. Ik vind het wel leuk om er nog iets op te doen. Het zijn wel iets wat eigenwijze. Maar ik ga dit winnen, deze strijd. Kun je het een beetje zien? Zo komt hij er dan ongeveer van voren uit te zien. Het is een beetje lastig om te laten zien zo van bovenaf. Laat ik beginnen met een vellum, denk ik. Zo, de plaatjes die hebben we gebruikt. Kun je natuurlijk nog een keer gebruiken. Hè? Als jij denkt van nou, ik vind het wel leuk om nog een kaart zo erop te doen. Of je maakt hier een labeltje van. Gewoon helemaal doen wat jij denkt dat leuk is. Ik ga sowieso ook nog knippen. Er zitten superleuke knipvellen zitten erin. Kijk maar. Ik ga er even snel doorheen, maar dan kan je het een beetje zien. Ik wilde hier naartoe. Ik wilde naar deze toe. En ik denk dat ik ook deze wil. Ja, Joke, die kaart gaat het verliezen hoor. Dat is een beetje eigenwijs. Dat komt omdat ik hem continu plat druk. Om het zoveel mogelijk aan jullie te laten zien. Ik ga een tekstje erbij pakken. Uit het Mixed Media Pad. Dit zijn die vellum tekstjes. En deze wil ik hierin hebben. Wat ik doe, ik ga hem eerst eventjes rondom knippen. En vellum is op meerdere manieren te bevestigen. Een van de manieren is om kleine dotjes lijm achter waar inkt zit op het vellum te doen en dan opplakken. Je kan lijm uit een spuitbus gebruiken. Het klinkt raar, maar dat zie je niet. En ik ga een andere manier doen. Ik heb dus eigenlijk even het tekstje uitgeknipt. Een beetje zo langs het tekstje zelf. Wat je ervan eventueel van ziet van de randjes, nou ja, dan is het een beetje netjes eromheen. En deze wil ik over de fluit heen. Hier wil ik hem hebben. Wat ik al zei, je kunt vellum op meerdere manieren bevestigen. Ik ga het doen met transparante gesso. Bijna op. Onvoorstelbaar dat ik dingen opmaak, maar het is echt bijna op. Er zijn van die dingen die je wel opmaakt. Hè? Ik ga een heel dun laagje aanbrengen op het vellum zelf. En daar zie je straks niks meer van. Geen dikke klodders, hè. Gewoon een heel dun laagje. Zo. En die breng ik dan aan waar ik hem wil hebben. Sorry, ik moet hem heel even naar me toe halen. Hij blijft nog niet echt
hoed zitten. Zo, dat is al een beetje opgedroogd. Hoe snel gaat dat? Dus dan breng ik gewoon nog een klein beetje aan. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik normaal gesproken spuitlijmen gebruik. Dat vind ik meestal het makkelijkste, maar dit werkt ook. Mod Podge kan ook, ja hoor. Zeker. Nou, die wel weer dicht willen. Zo. En als het echt niet wil zoals ik het wil, dan gebruik ik alsnog spuitlijm. We gaan het heel even drogen. Nou, eens gaan rimpelen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dan moet het heel even opdrogen. Dan ga ik verder met het volgende. Ik heb al... Die heb ik nog niet laten zien. Hè? Misschien zijn die al eerder aan bod gekomen hoor. Een gel medium kan ook. Ja hoor. Ik krijg het pot alleen niet meer open. Ik heb die van Liquitex en die pot is echt potdicht. Ja, dit is mijn mapje met... deze hebben jullie vast ook wel gezien. Dat zijn die Memory Dex kaartjes. Deze. Deze set. Ik weet even het nummer niet. Dat heb ik even niet bij de hand. Daar heb ik dit kleine kaartje. Dit kleine... Ja, wat is het? Een notitiepapiertje eraf gescheurd. Dat stansje heb ik hiervoor gebruikt. En ik wil zo meteen ook nog de papieren, of de muzieknoten op papier stansen. Die kan ik misschien ook meteen wel even stansen. Ik heb hem hier bij de hand. Ja, de pot is echt potdicht. Ik krijg geen gel medium meer eruit. Heel intens. Ja, die wilde ik stansen met gewoon even op kraftpapier of zo. Heb ik nog een stukje kraftpapier? Ja, heb ik. Oh, dat hoor wat ervoor gemaakt is. Dit is die muzieknoot. Ook van de nieuwe collectie. Ja, Ine, ik moet even kijken hoe ik hem open krijg. Ik krijg dat ding gewoon niet meer open. Dus vandaar dat ik de transparante gesso erbij had gepakt. En ik had al gehoord dat dat ook kon. Maar ik vind het eerlijk gezegd niet zo mooi worden... Als de spuitlijm. Oh jee. Zit hij net niet goed erop. Dus die gaan verschuiven. Ik ga volgende keer bij een nieuwe set doe ik het weer dat ik het kan zien. Want ik vind het maar niks. Het zwarte boven. Oh, dit is de CD21, zegt Anita. Dankjewel. Ik ga hem niet helemaal gebruiken. Dat heeft Anita al gedaan. Maar ik wilde de... muzieknoten uit gebruiken. Nou. Ja, nu wordt het eigenlijk een kwestie van versieren. Ja. Anders even uithalen. Het is stevig krachtpapier, dus ik moet het er echt uitdrukken. Maar dan heb ik wel meteen een heel stevig stansje. Nou. Het zijn van die dingen waar ik vandaag nog geen tijd voor had gehad. Dit was er één van. Maar het is uiteindelijk ook zo gebeurd, hè, dat stansen. Die ga ik zo meteen opruimen. Dus nou, die heb ik. En die heb ik. En die heb ik. Dan ga ik even nog een plat papiertje. Ja. Deze wilde ik namelijk bestempelen. Het is hier een beetje.
beetje een bende. Kijk. Ja, die muzieknoot is leuk, hè? Deze even wegzetten, dan heb ik gewoon iets meer ruimte. Dit is die stempel 20. Met de tickets en de poststempels en script en nog een kalendertje. Kijk eens aan. Toolkit hier. Daar kan je misschien inderdaad ook nog mee openen. We moeten eventjes gaan bekijken wat handig is. Ik wil hier deze stempels op gaan gebruiken. En dan pak ik eventjes die van linksboven, de korte postalen. Omdat ik het gewoon leuk vind om hierop te gebruiken. Is leuk. Even gepoetst. En dan kan deze weer terug. Kijk, waar zit hij dan? Zo. Andersom. Niet dat het zoveel uitmaakt, maar dan zit hij wel van netjes. Dan zit hij er in ieder geval netjes op. Dat is die. Die wil ik ergens op gaan verwerken. Ik vind hem niet mooi geworden. Dus ik ga kijken of ik die straks iets eroverheen kan doen. Want ik weet dat vellum prachtig is. Maar niet net op deze manier dat iemand tegen mij zei, zo kan het ook. Het zijn van die dingen die ik nog niet uit had geprobeerd. Maar ik prefereer toch echt een ander soort lijm hiervoor. Kijk of ik hem wel afkrijg. Dan gaat natuurlijk het papier mee. Dan ga ik het er groot overheen doen en dan ga ik iets anders met vellum doen. En geloof me, het is prachtig. Ja, ik vind de transplanten gisteren ook niet zo mooi. Ik kan deze er prima overheen doen. Ja. Die erop. En wat ik ook wil doen. Oh jee. Hij is een beetje beschadigd. Dit is eigenlijk gewoon 200 gram aquarel papier. Maar niks geks, niks bijzonders of wat ook. Gewoon aquarel papier. En dit zijn hele mooie stempels. De besjes, prachtig. De vlinders, echt geweldig. Deze vind ik te groot voor wat ik nu doe, maar is ook heel erg mooi. En daar ga ik even wat mee stempelen. Dan zien jullie hoe mooi die is. Ik weet niet of een van de andere dames hier al mee heeft gewerkt. Het is echt een hele mooie stempel. Kijk eens. Heeft iedereen ermee gewerkt? Nou, dat komt gewoon omdat hij zo mooi is. We willen er allemaal mee werken. Ik ben geen uitzondering. Zo. En alles wat ik niet afkrijg, maak ik later af. Maar zo. Ja, lijken inderdaad wel een beetje olijfjes. Het effect is heel leuk. Oh, is het nog niet gebruikt, zegt Janine. Oké, gelukkig.
Dat scheelt weer. Ik heb hem al wel gebruikt. Ook ben helemaal vergeten om de voorbeelden erbij te pakken. Nou, ik zet echt regelmatig wat in de groep. Ik heb deze week al 5 keer of zo. Daar zien jullie ook wel dat ik hem meerdere keren gebruik. Ik gebruik hem echt heel erg vaak. Nou, het kleuren daarvan kan natuurlijk op allerlei manieren. Het kan met waterverf, het kan met potlood. En gezien de tijd, denk ik dat ik toch even mijn waterverf erbij pak. Is het nou zo aan het regenen? Oh, het komt ineens een bak uit de lucht. Het is prachtig weer geweest, hebben we. Dat is raar, hè? Dat het dan zo ineens boem omslaat en ineens is het slecht weer. Ja, want kijk wat ik erbij had gepakt, maar ik red het gewoon niet. Ik heb de Lightfast potloden erbij gepakt, maar dat ga ik niet meer redden. Ik heb deze ook. Nou, deze is op zich ook prima. Ja, maar kijk, ik heb hele mooie kleurtjes ervoor. Die heel goed bij elkaar passen, waar je zo mooi... De besjes noem ik het maar even, mee kan inkleuren. Die is echt zo onwijs mooi. En ik ga er toch eentje doen. Ik begin altijd met de lichtste. Het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw. Je kan er prachtig mee mengen. Valt me niet tegen. Het gaat nog vrij snel. Zo. Nou, het is echt... Het komt hier ook ineens met bakken uit de lucht. Dat je denkt, waar komt dat nou ineens vandaan? Zo gek. Eigenlijk al vrij snel superleuk effect. Nou, hoe leuk is dat? Ja, ik blijf het gewoon heel erg leuk vinden. Nou, ik zal deze eventjes op de groene nog even doen. En dan zal ik even kijken of er nog iets van vragen of opmerkingen zijn, want mijn beeld staat stil. Dus dan moet ik heel eventjes kijken of ik er... De giveaway! Dan vergeet ik toch nog bijna de giveaway. Ja, oh wauw. Nou, oké. Ik ben zo into wat ik aan het doen ben dat ik de giveaway vergeet. Ik ga start intikken. Komt-ie. En zet maar eventjes erbij. Ik wil meedoen. En wees even eerlijk. Want ik weet niet wie allemaal wel of niet hebben gewonnen vandaag. Dus als je niet hebt gewonnen. Dan mag je wat mij betreft meedoen. Zet er maar bij dat je graag wil winnen. Ik heb start ingetikt. Zo. Kan ik weer even in mijn bubbel. Ik was even helemaal kwijt. Sorry. Ja, ik zat inderdaad nog een beetje in de flow, sorry. En dan zal ik zo even mijn iPad pakken. Als die hier is tenminste. En anders probeer ik het even via mijn laptop. Te scrollen waar die op blijft staan... Die krijgt een verrassing, want ik weet ook echt helemaal niet wat het is. Maar dat zal ik dan zo nog wel heel even uitleggen. Kijk. Is toch leuk?
zulke mooie potlood ook. Willen jullie allemaal mee? Dus zet eventjes erbij. Ja, het is, ja, we vergeten het gewoon, Janine. Sorry, ik was helemaal into wat ik aan het doen was. Oh, ernstig. Ik ga even kijken of mijn iPad hier ligt. Of dat ik mijn kind naar beneden moet halen. Zo. Ja, daar is hij al. Oh, erg. Ik was even helemaal weg. Nou. Ik ben volgens mij, ik raak niet zomaar de reacties kwijt. Zo. Ik ben dus heel erg. Is de code ook alweer dit? 2-5? Waarom? Deze. 2-3-8-0. Heel erg, ik weet de code niet meer. Zo vaak zit ik dus op de. Zo vaak zit ik op de iPad. Dat was duidelijk, hè? Ik ga hem eventjes erbij zoeken. Even kijken. Even mezelf opzoeken. Facebook. En ik denk dat het inderdaad later afgemaakt wordt, maar ik, basis heb ik laten zien. Zo. Ik vergeet de giveaway niet. Waar beginnen we met? Start. Ik ga hem laten scrollen zo. Nou jongens, zijn jullie allemaal klaar met invullen? Dan komt de. Wat heb je hier weer? Angelique Rijnberg. Daar kwam mijn vinger op. Angelique, ik ga even je naam schrijven. Jij krijgt een surprise thuis gestuurd. Ik weet ook niet wat jij krijgt. Het is vast heel leuk. Ik zal het zo eventjes opschrijven in de groep. Ja, scroll, heen en weer. Waar Angelique, daar kwam je op terecht. Angelique Rijnberg, gefeliciteerd. Jij krijgt een giveaway, een verrassing, want ik weet ook niet wat het is. Laat het vooral zien in de groep als je het hebt gekregen. Je mag een mailtje sturen met je adres en dergelijke naar info@studiolight.nl. Ik zal het straks nog wel even in de groep zetten. En als je dat hebt gedaan, zet er dan eventjes bij dat je in de live op de demodag bij Rihanna hebt gewonnen. Dan weten ze bij Studio Light voldoende. Nou, dat heb ik toch niet de giveaway vergeten. Ik ga dus... ik had toch meer moeten voorbereiden. Dat zul je altijd zien. Ik ga dus de kaart... Hier heb ik dus deze gebruikt. En ik heb hier de tekstjes opgezet. Nog verder hiermee. En ik heb dus het geel gemaakt. Omdat ik ook geel in het papier heb. En dan ga ik dit nog mee versieren. Ik dacht, dat red ik wel. Maar het uur is alweer voorbij. Het vliegt echt de tijd vandaag, lijkt wel. Het is onvoorstelbaar. Maar ja, jullie gaan alles in de groep zien. Nou, kijken of ik hem nog een beetje zo kan laten zien. Maar dit is dan het idee. En die kun je natuurlijk superleuk versieren met letterlijk van alles en nog wat uit deze collectie. Maar dat gaat echt helemaal goed komen, want er zit zoveel leuks in deze collectie. Nou, mijn uur is alweer voorbij. Ik ga jullie een hele fijne avond wensen. En ik denk dat ik komende maandag in de groep van Hobby Vision ook met deze collectie live ga. Dus dan gaan we een ander projectje doen. Een hele fijne avond en tot de volgende keer. Heel fijn weekend. Doei doei!